Welkom bij Sterk de Smet. We staan hier vandaag bij Bike for Mobility tussen de fietsen. Ik stel jullie graag voor aan Kevin. Kevin is verantwoordelijke van de fietsenwinkel. Kevin, wij hebben gewone fietsen, wij hebben elektrische fietsen, wij hebben steps. Maar zijn er ondertussen nog een aantal nieuwigheden bijgekomen? Zeker, Ilse. Ik zal ze u laten zien. Kom maar mee. Ilse, hier is de nieuwe Urban Jungle, volledig Belgisch ontworpen en gemaakt. Dat is een hele mooie fiets en ik zie Urban Jungle. Betekent dat dan dat je hem zowel offroad als in de stad kunt gebruiken? Absoluut. Deze fiets is perfect geschikt om in de week woon-werk te doen en in het weekend offroad te gaan rijden in de kleine wegen. Dat is wel een hele moderne fiets. Zeg, maar die ketting, dat is precies ook iets speciaals, hè? Dat is een riem. De aandrijving is veel stiller en je hebt daar niets van onderhoud aan. Dus die moet niet gesmeerd worden? Nee, totaal niet. En de batterij die zit ook wel heel mooi weggewerkt. Ja, hè? Die batterij die is volledig geïntegreerd in het frame. Je kunt die hebben in 500 wattuur, 625 of 750. Hoeveel kilometer kan ik er dan mee rijden? Ongeveer 130. Dat is wel veel. Zeg Kevin, toen ik hier de showroom binnenkwam, heb ik iets heel schattigs zien staan. Kun je daarover even iets vertellen? Absoluut, Ilse. Kom maar mee. Kevin, dat is hier ons hoekje met kinderfietsen, maar hier staan er drie dat ik nog nooit gezien heb. Dat klopt, dat is Vinci Bikes. Dat behoort tot de Scott-groep die dat verdeelt. Dat is eigenlijk een meegroeifietsje. Dat zijn drie fietsen in één fiets. Dus je begint op de kleinste stand. Vanaf welk jaar is dat dan? Ongeveer 2 jaar en dat kan tot 5 jaar. Oké. Dus dat is de kleinste stand. Als ze wat groter zijn, krijgen deze stand. Als ze nog wat groter zijn, worden er trappers op gemonteerd en kunnen ze beginnen fietsen. Dus in feite tussen 2 en 5 jaar zitten gerust met één fietsje. Ja, absoluut. Wij hebben hier nu nieuwe kinderfietsjes. We hebben een Urban Jungle. Maar uiteraard doen wij ook onderhoud van alle merken van fietsen. Uiteraard doen wij onderhoud alle merken, zelfs als de fietsen niet van hier komen. Want wij hebben een mechanieker die van alles op de hoogte is. Bij Bike for Mobility helpen we de mensen niet alleen met de keuze van de juiste fiets of bij hun onderhoud, maar we hebben ook iemand in huis die B2B klanten verder helpt met de fietsleasings en dat is Yves. Inderdaad, Ilsen. Bij Bike for Mobility, onderdeel van groep Sterk de Smet, gaan we al onze B2B-klanten volledig ontzorgen rond hele administratieve rompeslomp van een fietsleasing. Wat moeten de werknemers eigenlijk doen? Ze arriveren in onze Bike for Mobility store, kiezen een fiets en wij gaan eigenlijk van A tot Z alle facetten van de fietsleasing voor hun gaan behandelen, zodat zij enkel nog met een fiets naar huis moeten rijden. Ja, want dat is in feite wel goed, want dat is dikwijls iets waar dat de mensen tegenop zien. Ze hebben er in feite geen tijd voor. En wij nemen dat allemaal op ons. Ja, inderdaad. We merken ook meer en meer werknemers hebben te kampen met mobiliteitsbudgetten, mobiliteitsplannen en weten niet goed hoe hiermee om te gaan. Wij zijn daarin gespecialiseerd, zijn er dagelijks mee bezig en doorheen dat stramien kunnen we eigenlijk perfect onze mensen gaan begeleiden in heel dat traject. Ja, oké. Okay, dankjewel voor de toelichting hier. Met plezier, Ilse. En dan hebben wij bij Bike for Mobility nog goed nieuws, want momenteel bieden wij 20% korting op alle stokmodellen. Dus tot binnenkort.